beginnen met het straatinterview. Het Huis van de Stad bestaat 5 jaar en zaterdag 10 juni was het open huis. Men kon genieten van het uitzicht op de 10e etage en men kon de raadzaal bewonderen. Hoe vindt de Gouwenaar het Huis van de Stad, oftewel het nieuwe gemeentehuis? Wat vindt men van de locatie en is die goed bereikbaar? Was u hier al eerder geweest? Ja, ik ben hier wel vaker geweest. En bent u ook naar de 10e etage gegaan? Ja, wat leuk. Dat was eigenlijk de reden om even speciaal langs te komen met z'n allen. En hoe vond u het uitzicht? Schitterend. Ik vind het leuk om er een indruk van op te doen, maar ik vind het vooral spannend om Gouda vanuit de lucht te kunnen zien. U staat te wachten op de lift? Ja, om boven te gaan kijken en we moeten mee, denk ik. Want anders moeten we opnieuw in de rij. Ja. U hebt genoten van het uitzicht? Jazeker, ja. Ja, en herkende u alles nog? Jawel, maar ik woon zelf ook op de 8e etage, dus ik zie nog alles wat hier zit. Het kwam me wel bekend voor, ja. Maar het is toch op de 10e zie je toch weer mooiere dingen, hoor. Want ik vind als het Sint-Jan en zo te zien, dat is ook wel heel mooi. Dan kijk ik hier zo rond en dan vind ik dat prachtig. Als ik hier zou mogen of kunnen werken, dan vrees ik dat ik erg vaak en veel naar buiten zou kijken. Zou je dat ook doen? Of zouden de werknemers dat hier ook doen? Ik denk in het begin wel, maar later heb je toch je werk. Hè? Dus ja, ik denk dat het dan minder wordt. Ja, dat is erg mooi. Dat is heel modern. Ik had van buiten een beetje mijn twijfels met al dat, dat mozaïekwerk. Maar het is van binnen erg mooi, die werkplekken. En als ik dan terugdenk aan mijn eigen werktijd, dan was dat toch een stuk eenvoudiger. Maar dit met allemaal mooie schermen en goed licht in overal die binnenval. En mooi pand. Om daar te kunnen werken is echt fantastisch, elke dag. Solliciteren, hè? Ja, ik heb al een baan, dus geweldige baan. Maar zeker als ik op zoek naar baan zou zijn, zou ik zeker daarvoor. Ja, maar dan wordt er niet gewerkt, dan wordt er naar buiten gekeken. Nee, het wordt echt gewerkt. Ja, echt. Nee, daar heb ik geen twijfels over. Het is gewoon, het wordt leuk gewerkt. Hoe hebt u het ervaren hier in het pand? Ja, ik vind het prachtig. Ik was hier nog nooit geweest, want ik woon hier niet. Dus dan kom je nooit hier in het stadhuis natuurlijk. Dus ik vind het gebouw al helemaal geweldig. Heel leuk. Dit is het vrijwilligersinformatiepunt en wij ondersteunen vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers. Vrijwilligers die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk en organisaties die ook op zoek zijn naar vrijwilligerswerk. We organiseren ook workshops, trainingen voor de organisaties en de vrijwilligers. En het hele jaar door zijn we daar lekker mee bezig. Ook verzorgen we de voordrachten van vrijwilligerspenningen. En één keer in de 2 jaar organiseren we een vrijwilligersfeest als blijk van waardering. En één keer in de 2 jaar de maatschappelijke beursvloer. En daar zijn we lekker het hele jaar door lekker druk mee.